verhuis van Summer Festival en Laundry Day naar Linkeroever moet herbekeken worden, dat vinden PvdA en SPA. Beide partijen geven vanavond een negatief advies hierover in de districtsraad. Vrees dat qua besluitvorming het meeste al wel in kannen en kruiken is, maar dat wil niet zeggen dat we ons daar nu al bij moeten neerleggen. Daarom hebben wij vanavond in de districtsraad, die daarin absoluut geen beslissingsbevoegdheid heeft, maar wij willen toch voorstellen dat er een advies wordt gestemd dat de districtsraad van Antwerpen aan het stadsbestuur laat weten dat ze zeer, zeer, zeer bezorgd zijn dat dat festival daar doorgaat. Wij hopen eigenlijk met ons advies dat we toch de gemeenteraad kunnen overtuigen om opnieuw andere locaties te bekijken en dit in het bijzonder voor Summer Festival. Want Summer Festival vindt plaats in juni rond het broedseizoen en de Middenvijver is een belangrijk natuurgebied. Voor Laundry Day, pas in september, zou eventueel een uitzondering kunnen worden gemaakt. Laundry Day is enigszins nog gegroeid uit de stad. Dat is verweven met de stad. Er komen veel jongeren van stad Antwerpen naartoe. Summer Festival is een veel commerciëler project dat helemaal die troeven niet heeft en waar de jongeren van Antwerpen ook veel minder toegang toe vinden. Er is een nieuw locatieonderzoek uitgevoerd en daar zou uit blijken dat ook andere locaties in industriegebied of in de haven geschikter zijn voor de organisatie van de festivals.